Goeien en welkom bij Joet. Een jaar lang op vakantie, dat is wat Frieslands bekendste popgroep De Kast verregen had. Joet maakt de band bekend dat Takomir net optreden worden zal en ik dat er geen cd's uitbracht worden. De adempauze zat de band de vakantie neemt, maar de leden mogelijk iets aan om dus wat oors te doen. In 1997 brutste de band definitief terug met een nieuwe dag en met een concert in het Abel Enstra Stadion. Zo die tijd is De Kast vrij geregeld in de hitlisten waarom te vinden en wordt voor volle zielen spelen. Maar nou dus een jaar lang skoft. Ja, wij nemen dat een adempauze. Ze hebben het senior toert, meer dan 1500 optredens verzwaren. En de geschiedenis gaat natuurlijk al wat langer waarom. En ja, dus een adempauze. Popjournalist Harry de Jong van het Jereveen volgt de band al jaren van dichterbij. Hij vindt de adempauze vissen te betiet. Ja, ik vind het te betiet. Ik wie echt ik min of meer mijn stomheidslijn toen ik het jerde. Want deze jongens hebben in Zaanjoggen, dat is 4 jaar lien, hebben ze hun eerste grote tropbraak maken met hun optreden in het Abel Enstra Stadion. En om dan na 4 jaar al te zeggen, we pakken er even een jaar tussenuit, dat vind ik, nou, om het dan maar eerlijk te zeggen, ik vind het bij het belachelijk oud. Een van de superfans van De Kast is Betty Bosma van Ljouwert. Alle dagen zit ze zeker 3 uren met orenfans te chatten hoe De Kast en ze wennen meer dan 150 concerten bij. Nou ja, deze is met Siep gemaakt. Het is goed dus in Bijlen, dat weet ik niet meer zeker. Het was na afloop en dan wacht je met z'n allen met heel veel fans en dan ga je met ze op de foto. En deze ook, deze 2 waren in de Leeuwarden. Takomir zal ze dus zonder haar helden dwaanmatten. Vissen het missen? Nou, ik denk het wel. In het begin zal het wezen van, nou ja, een beetje videobanden draaien. Maar hij zal ze wel missen. En vooral het concert, het live gebeuren, zal ik heel erg missen. De Kast is net de eerste band, ziet een skofke de skienwerpers verlit. De vraag is wat zo'n commercieel show net gevaarlijk is. Nou, daar ben je voorbeeld aan over bij dat juist heel positief werken hebt. We hebben de dijk, gewoon de iering en zo bijzonder is het net. En daar heeft het denk ik aardig goed gepakt. Dus ik denk dat het... Ik ben naar inspiratie op de dwangkist. Het is toch een heel druk besteden. Ik denk wel dat, dat zij daar schade terug op rennen. Want als wij dan naar die voorbeelden van de Golden Earring zoeken, die ik op dat moment ontzettend goed gaan toen ze besloten om even te stappen. Zo als het wie, toen ze stappen, zou ze net terugkwam. Dat succes hebben ze net wel oppakken kunnen.